Amerikaanse tijdschrift Forbes omschrijft hem als een van de meest invloedrijke Europeanen onder de 30 op zijn vakgebied. Recentelijk is hij genomineerd voor de Young Talent Award. Hij is niet alleen een succesvolle advocaat en ondernemer, maar hij is ook zeer actief in de politiek. U weet vast over wie ik het heb. Mag ik een warm en daverend applaus voor Don Ceder. Don, hartelijk welkom. Ik neem aan dat ik mag zeggen Don. Ja, zeker. Ja. Zeker. Hartelijk welkom. Ik vind het super fijn om je bij ons in de talkshow te hebben. Vertel ons even, wie is Don? Ja, ik ben Don Ceder. Ik ben 29 jaar. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost. Ik ben vandaag actief als advocaat. Ik heb een eigen kantoor nu de afgelopen 4 jaar. Daarnaast ben ik ook sinds vorig jaar gemeenteraadslid. Ik ben fractievoorzitter in de gemeente Amsterdam namens de ChristenUnie. Dus dat zijn 2 dingen die ik nu combineer. Ja, en daarnaast doe ik gewoon dingen die ik daarnaast leuk vind. Soms maak ik muziek. Ja. Ik ben als DJ actief soms. Wow. Dus ja, je moet toch iets. Dus, ja, je moet toch iets met je vrije tijd. Waarvan ik vermoed dat je niet heel veel vrije tijd hebt. Het is soms lastig. Maar goed. Ja. Wil je ons iets vertellen over je kinderjaren? Wat was je voor jongen toen je opgroeide? Ja, ik moet zeggen dat ik denk wel heel verlegen was. Ik denk dat ik iemand was. Ik vond het misschien een beetje nog steeds, maar door mijn functie is dat misschien, ben ik daar overheen gestapt. Maar ik vond het heel lastig om in contact te treden met nieuwe mensen. Ja, ik bedoel, je had mijn ouders, je had mijn familie, maar ik kan nog goed heugen dat wanneer er iemand op bezoek kwam die ik niet kende, dat ik dan ook heel snel de kamer in ging en dacht van, weet je, dat hoef ik niet, te weten of kennis te maken. Dus als ik terugdenk, dan ben ik wel altijd een schuw jongen geweest. Ja. Gaandeweg merkte ik ook met de passies die ik had, dingen die ik wou doen, dat ik mij steeds meer realiseerde dat je soms ook wel echt naar voren moet stappen. Ja. En om bepaalde dingen te kunnen bereiken en te kunnen doen, zul je echt ook wel soms op de voorgrond moeten durven staan. Je zal bepaalde dingen moeten overwinnen. Ja, en daarin lag ook een soort worsteling met mezelf, om uiteindelijk ook wel echt jezelf te overwinnen. Ik vind dat iets krachtigs. Hè. Ik kan heel veel dingen overwinnen, maar ik denk dat het belangrijkste, en misschien ook het meest krachtigste, is als je iets van jezelf kan overwinnen. Ja, precies. Wat heb jij moeten overwinnen? Nou, heel veel. Maar ik denk als het gaat om mezelf, ik ben zoals ik aangaf, ik vond het heel lastig om als klein jongen, ik was echt heel extreem verlegen. Ik kan nog heugen dat toen ik op de middelbare school was, als je te laat kwam, moest je een te laat briefje halen. Dan moest je de klas in. Maar ik vond het zo verschrikkelijk. Ik vond het zo verschrikkelijk om nadat de les begonnen was de klas in te gaan. Dat alle 20, 30 kinderen dan naar je kijken. Dat klinkt nu heel raar. Ja. Maar ik vond dat echt, dat was voor mij zo groot en zo ernstig. Dat ik liever koos om geen te laat brief te halen. En gewoon de hele les missen. Dan zat ik in de kantine. Ja. Maar dat betekende wel dat je het hele lesuur later moet inhalen. Precies. Maar ik koos er liever voor dan zo erg in de spotlight staan. Ja. Weet je? Dus dat is een beetje kenmerkend voor hoe ik toen in elkaar zat. En dat heb ik moeten overwinnen. Want het lot heeft een beetje gebracht dat dingen die ik nu doe, dat ik eigenlijk continu voor mensen moet praten, namens mensen moet praten. Want hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat bruggetje gemaakt? Of ja, hoe heb je die ommekeer gemaakt om dan van die verlegen jongen te veranderen in de man die je nu bent geworden en dan dat je in de politiek zo actief bent, een advocaatkantoor hebt. Hoe is dat gegaan? Ja, ik denk dat op een gegeven moment, ik geloof echt dat als je iets ziet, iets wat beter kan, iets wat niet goed gaat, geloof ik echt dat je daarmee een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Ja. Want je ziet bepaalde dingen die anderen misschien niet zien. Misschien zie jij iets wat niet goed gaat in de samenleving of in jouw omgeving. Maar andere mensen lopen er gewoon langs. Die zien dat gewoon niet. Dan geloof ik wel echt dat je daarmee een soort bepaalde verantwoordelijkheid hebt om er ook iets mee te doen. Dingen die ik gezien heb. Ik heb vanaf kleins af aan, ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost, gebeurden hele fijne en leuke dingen, maar het was ook een buurt waar er ook heel veel kwetsbare mensen woonden. Als het ging om financiële zaken, om andere dingen. En ik heb gezien welke gevolgen dat had. Als het ging om huisuitzettingen, als het ging om mensen, kinderen die niet de juiste papieren hadden en daardoor niet misschien de juiste zorg konden krijgen. Dat heeft mij denk ik ook wel gevormd tot het punt dat ik voelde, daar moeten we en kunnen we iets aan doen. Nou, dat heeft bij mij zo een verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd dat ik daar iets mee wou. Ik ben op een gegeven moment rechten gaan doen. Toen zag ik ook dat mensen vaak gedupeerd raken door onrechtmatige incassokosten. Dat was iets waarvan ik andere partijen niets over hoorde zeggen. Maar ik zag het wel. En dat betekende wel dat ik voor mezelf dacht, dan moet ik er wat mee. Nou, toen heb ik uiteindelijk boven mezelf moeten uitstijgen. Hetgeen wat misschien, denk ik, een eigenschap is wat je moet overwinnen. Die stap heb ik moeten zetten dan. Dat is doodseng. Yeah. Maar ik denk dat als je die stap kan zetten en ook kan zeggen, wat ik wil, mijn doel, mijn visie is groter dan wat ik op dit moment voel, op dit moment ervaar of op dit moment wat mij tegenhoudt. Als je voorbij die stap komt, dan denk ik echt dat je daarmee ook alles kan overwinnen. Ja. Want je daarmee ook jezelf hebt overwonnen. Dat is voor mij de grootste obstakel dat elk mens heeft. Ja. We hebben vaak visies, dromen, ambities, maar vaak word je geremd. Niet door andere personen, niet door geld, niet door andere externe omstandigheden, maar vaak ook omdat jij zelf jezelf tegenhoudt. Ja, precies. En als je die weet te overwinnen, tot 10 durft te tellen, denkt we gaan het gewoon doen, dan is vaak gewoon heel veel mogelijk. Dus jouw drive, zeg maar, jouw drive kan ik zeggen, om dat goede te doen was veel groter dan datgene wat jou tegenhield. Dus ben je het gewoon gaan doen. Ja, en dat is eng. Maar daarmee leer je ook dat je daarin kan groeien. Ja. Dat elk mens ook kan groeien. Precies. Het eerste wat je moet doen is een spiegel voor jezelf houden. En ik denk, je kan nooit overwinnen wat je niet confronteert. Nee. Dus soms stoppen we heel ver weg in onszelf. En we denken, het is prima zo. Maar pas op het moment dat je daar echt ook naar durft te kijken, zeg ik ga dit overwinnen. Dan denk ik dat je op een plek kan komen waar je ook als mens kan groeien. En daarmee ook andere mensen dat kan meegeven. Precies. Je bent eigenlijk heel snel na je studie, ben je je eigen advocatenkantoor begonnen. En ik hoor in jouw verhaal zo dat die drive ook de reden was waarvan je dacht van ik moet heel snel wat gaan doen. Want die verantwoordelijkheid was erop. Dat verantwoordelijkheidsgevoel was zo groot dat je dacht ik moet er vandaag wat aan gaan doen. Dus je bent heel snel je eigen advocatenkantoor begonnen, zeg maar. Waarom heb je ervoor gekozen om direct je eigen kantoor te beginnen? En dacht je niet van nou weet je, ik ben jong. Ik ga eerst bij een advocatenkantoor, een gevestigd kantoor werken. Voordat, weet je, wat werkervaring opdoen voordat ik die stap zet. Ja, ik zag dus tijdens mijn rechtenstudie dat heel veel mensen last hadden van schulden. Maar niet alleen schulden, vaak waren er extra kosten die er bovenop kwamen. Waarvan ik zag dat gewoon vaak niet klopt. De rentes, de incassokosten, de deurwaarderskosten klopte gewoon niet. En heel veel mensen gingen daaraan financieel ten onder. Na mijn studie zag ik dat, daar wou ik iets mee. En tegelijkertijd realiseerde ik mij dat bij de meeste grote kantoren het vaak ook draait om zoveel mogelijk winst en omzet. Wat op zich prima is, maar ik wou juist datgene waar misschien nog niet naar wordt omgekeken, dacht ik, dit is wel iets waar er een behoefte is, die niemand eigenlijk nog invult. Toen de tijd kon je met zulke vragen naar iemand. Nou, toen dacht ik wel, ik wil iets kunnen doen, ik wil ook mijn eigen visie daarin volgen. Toen had ik de mogelijkheden onderzocht. Je kan aan de slag bij een groot kantoor. Je kan ook je eigen kantoor gelijk beginnen. Dat doen heel weinig mensen. Ook omdat de voorwaarden en criteria hartstikke streng zijn. Maar ik dacht toen ook van, maar dat is wel wat ik wil. Omdat ik mijn visie eigenlijk, de inrichting daarvan, wil ik gewoon zelf in handen houden. Nou, dus dat is ook een drempel die toen kwam. Maar wat ik zag was groter dan de drempels die opgeworpen werden. Dus daar zou ik gewoon voor gaan. Ik ben wel benieuwd, want in Nederland denken we vaak dat mensen die te maken krijgen met dit soort dingen, die belanden vaak in een soort van armoede, onder de armoedegrens. En daar zet jij je heel sterk voor in. Maar armoede is natuurlijk niet alleen voor particulieren, want dat wordt heel vaak gedacht. Krijg jij ook ondernemers bij jou die om hulp vragen? Ja, zeker. tijdje geleden is er een rapport uitgekomen. Het gaat over de werkende armen. Ja. Dat zijn mensen die keihard werken. Mm-hmm. Dat zijn mensen die een eigen zaakje hebben, maar aan het einde van de maand gewoon niet alle rekeningen kunnen betalen. Ja. Dat zie je vaak bij ZZP'ers. Mm-hmm. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Als ZZP'er ben je gewoon kwetsbaar. Ja. Het kunnen hele mooie maanden zijn, hè, waarin je heel veel opdrachten krijgt. Maar het kan ook zo zijn dat het 2 of 3 maanden minder gaat, maar de vaste lasten die moeten betaald worden. En zo zie je dat sommige mensen vaak na een levensgebeurtenis, waarin je misschien soms extra kosten ergens voor nodig hebt, een sterfgeval of wat dan ook, ja, dan zie je dat mensen vaak over de kop gaan. Yeah. En daar kom je heel moeilijk uit in Nederland. En, wat adviseer je aan zulke ondernemers die bij jou komen? Wat zouden ze kunnen doen? Ja, ik denk het belangrijkste is... ja, het klinkt heel cliché, maar probeer toch te sparen wanneer het goed gaat. Creëer een bepaalde buffer, omdat we allemaal levensgebeurtenissen in ons eigen leven of in onze directe omgeving, waar het kan zijn dat er geld uitgegeven moet worden. Als iemand komt te overlijden of wegvallen of een relatie stopt. Dat zijn vaak dingen die ook een impact hebben op iemand. Hè. Dat kost niet alleen geld, maar vaak ook energie, tijd en dagen. Ja. En dat overkomt ons allemaal. En het komt vaak ook op momenten waarin het niet goed uitkomt. Ja, absoluut. Maar juist dan is het ook goed om een buffer te hebben, te sparen. En de tweede tip die ik zou willen geven, als ZZP'er komt er heel veel geld binnen. Maar aan het einde van het jaar moet je over het hele jaar nog je belasting betalen. Ja. Probeer de discipline te creëren om toch telkens wat geld weg te zetten. Ja. Want de meeste zzp'ers die hier bij mij komen, dat zijn vaak ook belastingen die achteraf komen. Ja. Ja, en dat zijn vaak ook grote bedragen waar je geen rekening mee hebt gehouden. En als dat 2 of 3 jaar zo doorgaat, dan kom je er gewoon niet meer uit. Ja, precies. Er zitten een aantal ondernemers in de zaal, weet ik. Mag ik de handen zien van de mensen die ondernemers zijn? Ik wil toch vragen wie zich, want ik wil aan de zaal ook de gelegenheid geven om jouw vragen te stellen of opmerkingen te maken. En ik weet bijvoorbeeld dat Eline Zeelenberg hier is vanavond en zich ook bezighoudt met armoede onder ZZP'ers, moeders. Heb jij een vraag voor Don of wil jij iets zeggen? Dankjewel dat je dit komt vertellen. Ik denk dat Don hele goede tips geeft. Als ik kijk naar mijn situatie. Mijn situatie is ontstaan doordat ik in een scheiding terecht kwam. Doordat ik een ex heb die vooral vindt dat je je gezag moet gebruiken om de regeltjes te gebruiken. Dus ik werk al 4 jaar om mijn kind heen. Omdat ik geen kinderopvang kan regelen. Omdat ik een handtekening daarvoor nodig heb. En ik denk dat het heel goed is wat je zegt. Om buffers op te bouwen. Ik ben samen met Eva-Jo Marie Brouchard van Single Supermoms naar Den Haag geweest om een petitie ook hierover aan te bieden. Dat er dus heel veel singlemoeders zijn die in de armoede zitten, die graag willen werken en daartegen regels aanlopen. En daarop volgend heb ik donderdag een week geleden de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook toegesproken. Om duidelijk te maken dat er achter al die cijfertjes die ze in Den Haag zien, dat daar gezichten achter zitten en verhalen. Ja, dus. Oké. Ja. Zou jij willen reageren op het... Ja, wat ze aangeeft is heel herkenbaar. Uit het rapport blijkt dat volgens mij 70% van de alleenstaande ouders, dat die rond of onder de armoedegrens leven. Dat is gewoon gigantisch goed. Ja. En als je ziet hoe dat dan gaat, dan denk ik inderdaad dat als we beleid maken, dat het niet alleen maar om cijfers moet gaan, maar echt ook wel nadenken over hoe dat effect heeft op bepaalde groepen. En ik denk dat alleenstaande ouders daar gewoon een hele belangrijke, maar vaak ook kwetsbare groep is. Ja. Maar dat je het niet alleen doet. Je hebt natuurlijk ook kinderen en dat brengt een hele dynamiek mee. Ja. Waarbij je gewoon vaak ziet dat te veel mensen daar gewoon onder lijden. Ja. Ik denk in Nederland zijn er wel welvarend land. Het kan niet zo zijn. Weet je? En ik vind het heel mooi wat veel vrijwilligers doen bij voedselbanken. Dat ze ook elke week honderden of duizenden gezinnen ondersteunen. Dat vind ik echt mooi. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook onbegrijpelijk eigenlijk dat we in zo'n land als Nederland voedselbanken moeten hebben. Ja. Dus er valt nog heel wat te doen. Ja. Daar doe ik mijn best in als advocaat, als een specifieke zaak is. Ja. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik de politiek in ben gegaan. Mm. Juist ook omdat ik zie, sommige dingen moet je gewoon vanuit de beleidstafel regelen. Precies. En dan helpt het als je ook weet wat het in de praktijk betekent. Juist. En niet alleen maar vanuit een tekentafel beleid uitwerkt, waarvan je hoopt dat iedereen daar beter van wordt. Want Precies. is het gewoon niet zo. Er zijn mensen tussen wal en schip. Ja. Ik wil, als je het goed vindt, nog één dame even vragen om een reactie. Dat is Aïtjel Heerschop, want die is heel actief met het coachen ook van Single Moms Internationals. En heeft ook dagelijks te maken met deze groep vrouwen. Ja. En we hebben het over vrouwen, maar laat duidelijk zijn dat er ook mannen zijn. Hè? Want alleenstaande ouders zijn mannen en vrouwen. Ja. Vrouwen en mannen. Ja. Dus... misschien wil je kort even iets met ons delen. Ik heb inderdaad dagelijks te maken. Ik ben Aïtjel van Business Mom International. Ik zet me heel hard in voor gezinnen, voor business moms, lokaal en internationaal. Maar vooral focus nu op Nederland. Want Nederland heeft een ontzettend grote groep aan moeders die niet lekker in hun vel zitten, zeg maar, hè? En onder de armoedegrens, maar dat geldt ook zowel voor single moms als de gehuwden. Dus het is niet alleen maar single moms, ik vind het super tof. Maar wat ik heb ontdekt door de jaren heen, dat ik met moeders voornamelijk omga en nu de laatste 3 jaar gefocust op de business moms, is dat 1. Schaamte is wat ons tegenhoudt om hulp te vragen. We schamen ons diep, omdat je je verhaal niet buiten gooit. En dat komt ergens vandaan. Ja, klopt. En daardoor zakken ze telkens weer steeds dieper naar, naar de bodem. Ja, en dan komen ze eigenlijk bij jou wanneer het te laat is. Ja. Is dat een beetje zo? Nou ja, vaak wel. Want ik help mensen vaak als het al heel ver is. Ja. Maar inderdaad, schulden is een taboe. Ja. Mensen praten er vaak niet over. Je ziet mensen lachen op straat. Ja. Hè, en pas wanneer het te laat is, pas wanneer iemand zijn huis uit wordt gezet, dan pas durft iemand vaak te vertellen wat er echt speelt. Dus ik denk dat we in dit land ook de taboe op schulden moeten doorbreken. Want er zijn gewoon heel veel gezinnen. 1 op de 5 huishoudens heeft problematische schulden. Wow. Dat is gewoon 20%. 1 op de 5, dat is veel. Ja, waarschijnlijk in deze zaal heb je ook mensen met schulden. Ja. We moeten het gesprek met elkaar aangaan. Want dan kan je er ook op tijd bij zijn. Ja. En dat is iets wat nog in het land te veel een taboe is. Dus daar ben ik helemaal mee eens. Ja, en wat ik ook heb ontdekt is de money mindset. Hè? Hoe ze denken over geld. Daar zit er echt zoveel voordeel aan te krijgen nog. En dan ook de money management. Geldmanagement. Geld om. Hoe beheer je je geld? Hoe kan je je geld vermenigvuldigen? En daar zit ook zoveel te leren daarin. Ja. En daar is wat ik eigenlijk heel erg graag doe. Super. Ook dagelijks. En dat is wat ik kan geven. Dankjewel. Dus wanneer ze bij jou komen, stuur ze dan gelijk door. Don, naast jouw hele succesvolle carrière als advocaat en jouw politieke carrière, word je ook wel eens genomineerd? Word je ergens vermeld? Wat doet dat met jou? Dat je bent recentelijk weer genomineerd en je staat in de Forbes 30 under 30. Wat doet dat allemaal met jou? Ja, kijk, het is natuurlijk leuk als je ergens vermeld wordt, want het is een erkenning van al het hard werken. Ja. Ik doe echt mijn best de afgelopen jaren. Het is leuk als dat opvalt. En als mensen ook, mensen met vakkennis zeggen, nou weet je, daar spring jij uit. Dat vind ik echt wel mooi. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet waar je het voor doet. En wat ik bij mezelf ook wel merk, is dat, het kan zijn dat andere mensen dan opeens anders naar jou kijken. Maar mijn visie, mijn ambitie is eigenlijk nog steeds hetzelfde. En ik moet niet in een verleiding stappen om opeens daarvan af te wijken. Nee. Dus dat merk ik wel. Ik merkte na een bepaalde nominatie dat mensen dan... Nou, dan val je opeens op. Yeah. En dan, nou, oké, maar ik heb een visie. En dan, wat mij betreft ben ik nog niet daar. Nee. Dus dat neemt nog wel een bepaalde focus om gewoon echt wel door te blijven gaan. En wat is jouw visie? Nou, ik hoop met mijn advocaatkantoor een kantoor te kunnen ontwikkelen waarbij iedereen gewoon toegang heeft tot rechtsbijstand. Ik geloof dat advocaten vaak te grote drempels opwerpen. En dat voor de gewone man het gewoon heel lastig is om gewoon een advocaatkantoor binnen te stappen. Dat wil ik doorbreken. Ik wil zorgen dat dat toegankelijk is. En als vanuit de politiek hoop ik echt beleid te kunnen maken, beleid te kunnen veranderen, waardoor juist de mensen die tussen wal en schip vallen, de alleenstaande moeders, de mensen die uit huis gezet dreigen te worden, de mensen die het meer schulden, dat het beleid ook echt gaat werken. Ja. Want vaak is de overheid vaak ook een extra reden waarom mensen dieper de schulden in raken. Ja, ja. En dat kan en moet anders. Precies. Nou, en daar ga jij voor zorgen? Ik doe mijn best. Juist, oké. Nou, onze tijd zit er helaas op. Ik had nog heel graag, nog veel langer met je willen praten. Erg interessant. Ik nodig je graag een keer over een jaar of twee weer uit om te kijken waar je dan staat en wat er allemaal zich heeft ontwikkeld, zeg maar. En ik hoop dat je dan ook weer te gast wil zijn bij ons. Ja, want ik ga ervan uit dat we zo lang gaan blijven bestaan. Empowering Voices. En nog veel langer. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. In jouw drukke schema dat je toch tijd hebt gemaakt om hier te zijn. En ik wil je bedanken voor je openhartigheid en je bemoedigende woorden. En aan de kijker thuis wil ik zeggen hartelijk dank voor het kijken. Vergeet niet ons te liken op Facebook. Abonneer u op ons YouTube-kanaal, want hoe meer volgers en hoe meer abonnees, hoe beter we kunnen groeien en hoe meer we u kunnen blijven inspireren. Ik hoop dat u geïnspireerd bent door het verhaal van Don en we zien u graag weer een volgende keer.